Papa denkt dat zijn oude stam. Oh, dank u. Dan was dat ook een Noah, nu de trampoline is nu niet meer voor kindjes, maar voor grote mensen. Er is water laat. Oh, waar ben jij geweest? Naar de bakker. Ja. En papa denkt dat zijn oude stam. Maar waar was een potje vol? Ik moet heel laat om mijn glas. Hij zei dan de poort door. Ik zei dat hij van het best doet. Want ik zie van moed. Maakt hij iets vallen of maakt hij iets stuk? Dat is echt hartstikke veranderlijk. Oma, papa, je blijft me echt de held. Is dat er niet de enige wat telt. Iets met de M. M&M's? Ja. Zijn die voor papa? Ja. Of voor Noah? Iedereen. En voor iedereen? Is dat een M&M doosje dat je gemaakt hebt? Wauw. Dat lijkt precies op een snor. Kan dat? Ja. Je kan ook een meester. Maar waar is jouw gedichtje? Dat was ook iets moois geknutseld. Allemaal symbolen. Wauw. Hier staat ik. En hier staat Timothy-symbool. Ah, mag ik eens kijken? Ja. Dat is een das. Ja, dik. Kan je zoeken? Wat? Nee, wat weet wat er ook bij hoort? Dit. Dit hoort er ook bij. Zo. Amai, en je hebt een das. Ja, zo. Een mooie gemaakte das, Noah. Ja. Hoe ga je het de hele dag aan doen, papa? Zo zo met je de dag kan oplopen. Ja. Hey, heb je wel mooi gemaakt hoor, vriend. Kom eens hier dat ik jou een knuffel geef. Oppas met jouw tassen. Oh, dank u wel, lieve schat. Ja, doei. Oh, dank u. En wat is dat cadeautje? Van mama. Van mama? Ja, van een watje, hè. Ah, dank u. Ga je mee helpen open doen? Wat is dat? Kijk, voor de gsm. Dit jij voor de gsm. Leuk, hè? Oh, dat wist ik niet dat het was. Daar kun je inderdaad zo vliegende beelden mee maken en volgen en zo. Ja. Ah, dat is wel leuk. Dank u wel, mama en Noah. Zoals je gezien hebt, heb ik al een leuke verrassing gekregen voor Vaderdag. Nu ga ik Noah en Elle even achterlaten en ga ik met de drone gaan vliegen. Ik heb ND-filters ontvangen een paar weken geleden. We gaan nu even naar een plaats waar we rustig kunnen vliegen. En dan kunnen we die ND-filters gaan uittesten. En die review die zal normaal gezien nu ook al online moeten staan. Op mijn ander kanaal, Chris Tech Review. Ik heb hier... Die ND-filters, dat is een set van 3. Ik ga die dadelijk op de drone zetten, maar ik ga eerst een vluchtje doen zonder die ND-filters. Om te laten zien hoe er dat dan uitziet en dan met ND-filters en zo verder. Dus we gaan beginnen te vliegen. Gevlogen. De ND-filter zit er nog op. De eerste indruk, wat ik op het scherm gezien heb, is dat het wel goed is. Maar we gaan dat op de computer moeten zien, als we die bewerken, die beelden.
Het ziet er in ieder geval goed uit. Dus ik ben benieuwd op de computer. En kijk eens hier. Is het leuk, Noah? Ja. Kijk, hè. Oh, ja. Mama, ik heb tijd. Dat heb je mij toch nodig, hè? Ja, ik was hier een camera die werkte niet meer. En het zoeken was scheelt eraan. Kan die kapot zijn hier binnen, kijken naar de bekabeling en zo. Alles in orde en de wind zegt eigenlijk, staat de stroom wel aan? De stroom van het tuinhuis was afgesloten. We kunnen dat afsluiten op afstand. En blijkbaar stond die uit. Dus ik hoop nu dat wel de stroom gaat werken. Terwijl Noah hier het gras gaat afrijden met de speelgoedgrasmachine. Zien we daar een groen lampje. Laten we hopen dat die verbindt. Dit is wel niet zo hard, zeg. Nee? Nee. Dan kom ik ook in de trampoline. Wacht, doe mijn kleren uit. Ik ga niet laten schieten. Ik moet mijn schoenen uit doen. Dat is niet. Noah, nu de trampoline is nu niet meer voor kindjes, maar voor grote mensen. Wat? Nu is de trampoline even voor grote mensen. Nee. Jawel. Kindjes niet toegelaten. Kindjes niet toegelaten. Nee, ik heb een vuist op de doek vast. Ah! Oh, oppassen. Ik hou van jou. Ik hou van jou. Wacht even. Leg dan twee letjes. Zeg jongens, ik heb hier alles proper gemaakt. Jullie zitten hier te springen en kijk daar. Ja, dat komt er onderuit. Onder maar ik heb dat er nog thans eronderuit gehaald. Het is altijd zo. Ja. Ik lig wel beter als u. Ik lig wel hoger. En nu... 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En opeens zijn we in het zwembad bij Home Fabiola. Noah is nog even naar het toilet en dan moeten we ons nog gaan omkleden en dan gaat Noah terug wat leren zwemmen. Dat is zo'n zeehondje dat ze op de boven water houdt. Ja, hij doet het wel goed. Ja, hij doet het heel goed. Super goed. Hey Noah, goed gedaan. Ik heb gezien dat je alleen gezwommen hebt. Heb je alleen gezwommen? En in het water gesprongen en kopje onder water gaan en niet geweend? Hey, top hè man. Was het een klein beetje leuk toch? Ja? En de Albert Heijn. Want Noah heeft goesting om zelf pizza's te maken. Dus gaan wij zelf pizza's maken. Verandering van plannen. Ze hadden geen pizzadeeg met saus, dus we moeten zelfs maar iets anders gaan eten. Of ergens gaan eten. Dat is ook nooit niet slecht, hè. Stukken niet voor vaderdag. We gaan eens een gokske wagen. In Maasmechelen Village is de pizzeria Giuliano. En daar gaat het waarschijnlijk heel druk zijn. Maar je weet nooit, dus we gaan daar eens naartoe. We gaan daar kijken. Ik denk dat we geluk gaan hebben. Denk je het ook? Lijkt.
niemand aan het schuiven. Dat zijn lekkere broodjes voor mama. Nee. Voor mama heeft een pasta genomen en dan krijg je dat erbij. Nee. Maar als je misschien heel lief lacht naar mama en heel lief bent, dan mama zegt dat je een broodje mag proeven. Nou ja, geen broodje hebben. Die is hard. Wauw, Noah. Kijk eens wat pizza jij hebt. Deze olijfjes moeten weg. Moeten de olijfjes weg? Nee, ja, doe die maar weg. Ja, ja. Ja, dat kan niemand. Want dat is wetenschap. Ja, dat is warm, ja. En hallo, mama, ik wil een pizza. Mijn mama daar. Pasta. En kijk eens, hier is mijn pizza. Ziet er wel goed uit, hè, man. Mooi, hè? Ja. Gaan we eraan beginnen. Ja, dat zit hem ook nog te eten. Hij heeft het drinken van zijn eigen opgedronken, de halve cola van Ella opgedronken, de pizza opgegeten. En nu nog de appelsien. Schat, komt dat? Dat is een bijeten. Huh? Dat is een bijeten. Wat is dat hier? Daar mag je niet. Oh, dat is we zijn hier aangekomen bij Mario's ijs. En kijk hier. Kijk, ja. Hola. Vertel eens nog, wat heb je allemaal? Appelijs, slagroom en marshmallows. Oh ja. En ik heb hier citroen, chocolade en ook een marshmallow. Marshmallow? Hoe komt dat erin? Want daar gaat dan een marshmallow de grond op. Nomadje, ga nu mooi zitten, want je hebt anders geen marshmallows en je krijgt de volgende keer geen meer. Ja, dat is wel moeilijk hè, met die slagroom en die marshmallows. Ah, we zitten in de zetel. Het is tijd om de video te gaan afsluiten. Vandaag was het een korte dag, een vaderdag. Een korte vaderdag, maar wel een heel leuke vaderdag. Je hebt een gedichtje mooi opgezegd, een mooie das voor papa, een mooi cadeautje. Ja. Papa is er heel blij mee. Ja, maar hij was niet zo blij, want hij is een video, had het hier, hij is pijn. Ja, Noah heeft pijn aan zijn voetje. Maar dat was door de trampoline, hè? Ja. Ja. Maar hierbij gaan we dus de video afsluiten. Heel erg bedankt om te kijken en graag tot de volgende keer.